Lieve kameraden, familie, pap en mam. Deze demonstratie is tot stand gekomen toen mijn broertje mij huilend opbelde. We hadden al meer dan een jaar niet samen kunnen komen met onze familie. Ons pap heeft chronische leukemie en we zijn ons bewust van het feit dat de tijd die we nog met elkaar hebben onzeker is. Het perspectief om elkaar te gaan zien was er op dat moment niet. Ons verdriet maakte me nog bozer over de manier waarop de Nederlandse regering ons in deze coronacrisis voor de gek heeft gehouden, aan het lijntje heeft gehouden en ons met minachting voor onze gezondheid en ons sociale leven heeft gebruikt om de status quo te kunnen handhaven. Ik moest denken aan al die mensen die sowieso al door dit systeem worden gemarginaliseerd en in tijden van crisis de hardste klappen vangen zonder dat zij ook maar op enige aandacht mogen rekenen van politici, media en soms zelfs vakbonden. Flexwerkers, sekswerkers, huishoudelijk werkers, arbeidsmigranten en ongedocumenteerden. Allemaal worden ze aan hun lot overgelaten, terwijl ongekende hoeveelheden geld met vrachtwagens tegelijk door onze ministers persoonlijk te grote bedrijven worden binnengereden. Al vanaf het begin van de crisis zaaiden Rutte en de Jonge verwarring. Het doel was groepsimmuniteit, wat letterlijk inhoudt zoveel mogelijk mensen ziek te laten worden. Na kritiek vanuit de samenleving trokken zij het woord groepsimmuniteit in, maar veranderden niets aan hun doelstelling om zoveel mogelijk mensen met het virus te laten besmetten. Voortdurend veranderende framing, beschuldigingen aan het adres van moslims, kerken, jongeren en nu weer vakantiegangers en leugen op leugen op leugen. Maar zijn we werkelijk verbaasd? Deze regering boeit het niet als we niet kunnen wonen. Deze regering boeit het niet als we geen zorg kunnen krijgen. Deze regering boeit het niet als we geen onderwijs kunnen volgen. En deze regering boeit het niet als vluchtelingen in concentratiekampen worden opgesloten en verdrinken in zee. En het lijkt soms alweer vergeten, maar het was deze regering die met een extreem rechtse, racistische politiek en diepe minachting voor de arbeidersklasse talloze gezinnen de afgrond injoeg. Waarom zouden Rutte, Hoekstra en de Jonge er iets om geven als onze ouders, vrienden en buren sterven? Waarom zouden Koolmees, Ollongren en Kaag er iets om geven als wij voor een nog ongewisse tijd van ons leven zouden moeten herstellen van long-covid? Nee, de werkelijke slachtoffers van deze pandemie waren volgens hen Booking.com, Tata Steel en KLM. Zorgwerkers, leraren, schoonmakers, distributiewerkers en supermarktmedewerkers kregen een applaus, knuffelberen en een hartje van het Koningshuis. Ondernemers, CEO's en aandeelhouders kregen zo'n 80 miljard. De gevestigde politiek heeft zich volledig gecommitteerd aan het kapitalisme. Maar dat kapitalisme was al in grote crisis voor corona. De economische crisis is structureel. De winstgevendheid van het bedrijfsleven is al decennia lang historisch laag en afhankelijk van megasubsidies. Dat betekent dat wij als een natte doek tot de laatste druppel moeten worden uitgewrongen en de aarde tot de laatste boom moet worden gerooid. Winst was ook precies de reden waarom Rutte en de BV Nederland ervoor kozen ons ziek te laten worden in plaats van het virus te bestrijden. Winst is ook precies de reden waarom Rutte en de BV Nederland ervoor kozen tientallen miljarden over te maken aan het grootkapitaal. Dit economisch systeem kan geen dag zonder winst. Winsten zijn leidend ten koste van alles. Ja. Natuurlijk is het heerlijk
dat de besmettingscijfers hier dalen. En natuurlijk is het fijn dat we elkaar wat meer kunnen gaan zien en kunnen gaan genieten van de zomer. Maar wat staat ons na de zomer weer te wachten? De besmettelijke Delta-variant is in opkomst en wereldwijd is de vaccinatiegraad laag door het opkopen van alle vaccins door de rijke landen. Het kabinet heeft al laten weten dat zij rekent op een nieuwe golf. Maar hoe lang willen wij en kunnen wij van lockdown naar lockdown? Nu is het extreem rechts dat zich aan de leiding heeft gesteld van de kritiek op het coronabeleid. Hun organisatie op straat heeft zich al vertaald naar de opkomst van meerdere extreemrechtse partijen in het parlement. En hun nazi-gedachtegoed wordt almaar genormaliseerd onder brede lagen van de bevolking. Het is aan ons om te laten zien dat een radicaal links antwoord niet alleen mogelijk is, maar noodzakelijk. Het is aan ons om te laten zien dat een wereld mogelijk is waarin menselijke behoeftes leidend zijn in plaats van winst. En respect en medemenselijkheid leidend zijn in plaats van cynisme, uitbuiting en onderdrukking. En dat begint hier. Dat begint altijd klein. Door onvoorwaardelijke solidariteit voor elkaar te organiseren. Door elkaar te vinden op de punten waar we samen voor staan. Door netwerken op te bouwen en bij elkaar te komen. Door te laten zien dat wij ons niet laten verdelen, maar voor elkaar opkomen. En tot slot heb ik nog een boodschap aan burgemeester Bruls. Want burgemeester Bruls heeft voor vandaag een beperking opgelegd aan het aantal deelnemers van deze demonstratie. Diezelfde burgemeester die een maand geleden toestemming gaf voor een feest met 8000 mensen bij de Goffert. Diezelfde burgemeester die al jaren de meest belachelijke beperkingen oplegt aan demonstraties en jonge activisten intimideert. Diezelfde burgemeester die fascistische knokploegen goede burgerinitiatieven noemt en begrip heeft voor hooligans die ons hier in Nijmegen wilden aanvallen toen we demonstreerden tegen Zwarte Piet. Niet voor niets zijn sekswerken onlangs tegen mij. Bruls is een mini-Trump. Bruls, wij pikken jouw beperkingen niet. We pikken het niet als je bedelaars en verslaafden criminaliseert. En we pikken het niet dat jij fascisten en hooligans aanmoedigt om onze levens te bedreigen. Laat dit het begin zijn, kameraden, om elkaar vaker te treffen, op te bouwen en solidariteit te organiseren. Het gaat hard nodig zijn de komende tijd. Want we willen niet terug naar het oude normaal. Het oude was niet normaal. Een andere wereld is mogelijk. Gezondheid boven winst, bevrijding boven winst, mensen boven winst, internationale solidariteit. Dank u wel.